Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Hallo. Sluiten. Voor altijd. Ja. We gaan ermee stoppen, dus helaas. Sinds wanneer waren jullie hier? Wanneer we hier begonnen zijn? Ja. 1977. Zo. Waar is de kat eigenlijk? Die is al thuis. Oh, die is al thuis. Die is al thuis, ja. Jullie hadden altijd een kat als uithangbord. Ja. Hier, aan het tuigje. Ja. Bij de ingang. Luna. Luna? Luna, ja. Uh-huh. Dat was een icoon van de buurt. Ja, hè? Ja, die zat aan de overkant ook op in het parkje. En dan boven in de boom. En dan gewoon, of ze zat op de bankjes of zo, maar dat was gewoon de prinses van het Bellamyplein. Ja. Dat. Maar hij is echt een heel apart beest. Alleen die is nu dan bij mijn dochter ondergebracht. Die katten zijn hier eigenlijk ook nooit bang geweest voor honden. Dat is goed. Dus die gingen bovenop zitten zo van, kom maar als je durft. Ja, mijn domein. En de hond, dat is het gekke met een hond ook. Als een hond naar een kat toe gaat en de kat die blijft zitten. Ja, dan zal de hond over het algemeen eigenlijk afstand nemen. Ja, op het moment dat die kat gaat lopen, gaat hij jagen. Ja. Nou, dat is wat er eigenlijk gebeurd. En die katten hier die hadden zoiets van, we zijn wel meer gewend dan jij, kom maar. Oh, we zijn op de film. Ja. Ja, mag ik even een visagie? Oh, jongens. Ik dacht, we gaan een beetje eind van de middag. Ja. Die zijn wel helemaal leeg. Ja, dat is een nadeel van het einde. Nee, maar niet uit. Heb je een gebakje? Ja. Oh, ja. Dan wil ik dan wel. Nou ja, staan we. Graag, wat fijn. Oh, wat lief. Staan we ervoor. Heb je een gebakje? Ja, lekker. Nu wil je ook een gebakje. Ben jij leeg? Staan er dan? Zijn de meiden er niet? Oh, fijn. Worden ze helemaal niet overgenomen? Nee, we moeten het leeg opleveren. Dus, wat erin komt, weet ik niet. Ze gaan eerst het gebouw verder renoveren en kijken dan. Ja. Wat ze ermee kunnen gaan doen. Ja, maar je gaat gewoon lekker met pensioen. Dus. Ik ga lekker met pensioen. Fijn, ja, heerlijk. Ja. Ja. Het is ook wel je kindje wat je een beetje. Ja, dat is het ook. Het is ook een heel dubbel afscheid wat jij. Ja? Het is zo dat helemaal nu je de laatste tijd ziet dat eigenlijk alle schappen leeg beginnen te raken. Weet je. Dat is gewoon, ja, je ziet het ook niet heel veel. Nee. Maar het is verder. Heb je nog een leeg verkoop achter iets? Nee, we gaan het via internet verkopen. Ja, het gaat een heel groot gedeelte. Een heel groot gedeelte gaat er naar de dierenvoedselbank. Ja, nee. En de rest gaat via internet gewoon kijken wat er mogelijk is. Ja, mooi. Ja, ja. Hey, en want je hebt wel een partner dus thuis. Ja, als je het goed vindt. Nee, anders dan gaan we even in discussie natuurlijk. Nee, maar ik bedoel meer van. Die is helemaal blij waarschijnlijk, of niet? Ja. Dat is ook een van de redenen dat die zegt van, zie ik je eindelijk een keer. Ja, oh. Dat is kinderen zeiden van, wie is die man die het vlees goed schrijft? Ja. Ja, dat vind ik ook. Oh, lekker. Lekker, jongens. Is de huisbaas ook de reden dat je moet sluiten? Nee hoor. Nee, mijn dochter die... Ik wil een paardenbedrijf beginnen, een manege, pensioenstal. En daar wil ze voor gaan kijken of dat de mogelijkheden zijn. Is nog... Zij heeft een vriend die is, of die maakt paardenzadelmak. Dus paardenzadelmak maken. Dus een paard wat geboren wordt, daar heeft nog nooit iemand op gezet. Zadelmak maken. Ja. Dus zorgen dat hij inderdaad onder het zadel gewoon kan blijven en dat er iemand op kan gaan zitten zonder dat hij. Als een rodeo paard in de ronde gaat galopperen. En daarmee willen ze dus eigenlijk kijken of ze hun toekomst kunnen opbouwen. Ja. Hey, heel veel succes. Dankjewel. Bedankt. En jij hartstikke bedankt voor de klanditie en voor de gezelligheid. Ja, natuurlijk. En, namens hen bedankt voor alle snoepjes en dingen. Oké. Okay. Hey, bedankt. Hey, veel dan geluk. Wel, tot ziens. Ja. Dag. Het is droevig en ook een beetje feest, begrijp ik. Ja, eigenlijk is het best wel feest. Het is alleen, dat is voor mij, het is gewoon een raar verhaal. Ik ben in principe al gepensioneerd. Mijn dochter die had het overgenomen, alleen het wordt gewoon te zwaar. En het wordt in de stad, wordt het over het algemeen, met een hoop dingen wordt het je wel moeilijker gemaakt. Ze zeggen wel van niet, ze zeggen dat ze er zijn voor de kleine winkelier. Echt.
Wat is er nu te merken? Nou, wat er aan te merken is dat, wat we sowieso al merken, dat vrachtwagens gewoon de stad niet meer in mogen. Nou, je zit met die milieuzones allemaal. De parkeermogelijkheden. Mensen kunnen niet meer voor de deur komen. Dus daar gaan ze al sneller dus achter de computer zitten om het op internet te kunnen bestellen. We hebben wel hier in de buurt nog een hele hoop sociaal. En dat de mensen die het je ook gunnen. Nou, en dat is gewoon heel belangrijk. Maar als je nu ook weer gaat kijken dat de gemeente Amsterdam nu ook weer de reclamebelasting teruggebracht heeft. Als je dan een naam op je raam hebt staan van de firma en je hebt per ongeluk een bord voor reclame voor een bepaald artikel wat je verkoopt. Dan moet je daar gewoon over gaan betalen, klaar. En dat vind ik, waar slaat het op? Het zijn nog gewoon weer van die verkapte belastingen die dan binnengehaald worden, weet je wel. En het wordt alleen die winkel hier gewoon veel moeilijker gemaakt. Mm-hmm. Want alles wat je in je etalages hebt, daar wil je over belasten. En waar heb je een etalage voor? Die schrikt er ook van. Hij denkt, ja, dat is toch een rare hond. Ja. Grote mond. Grote mond, rare hond. Met je kont op de grond. Ja, vind je het erg dat de winkel dicht gaat? Ja, vreselijk. Hoe weet je, hoe lang komen je nou al? Nou, ja, weet ik. Vroeger had je een secreet. Ja, de markt. Daar gingen we nooit naartoe, want dat was een rare snakker. Dat was met die rare secreet. Beesten die allemaal hield. En, dus we zijn altijd hier geweest. Ja. Eigenlijk, het is de shop. Dus ik vind het echt heel jammer. Maar ja, als iemand zijn dromen na wil streven, dan is het ook heel belangrijk. Ja. Even knuffen. Die hond gaat helemaal tilt. Hij voelt het. Ik vernam dat u de enige bent met verse pint. Het wordt nergens meer verkocht. Alleen diepvries. Vroeger verkochten ze het in elke winkel eigenlijk. Elke dierenwinkel werd eigenlijk wel verse pens verkocht. Op een gegeven moment stopte die leveranciers, die stopte ermee. Het werd niet meer aangebracht. En wij zijn toen doorgegaan om het zelf gewoon te fabriceren. En vanaf dat moment hadden wij gewoon zelf gebroeide pens hier inderdaad. En de mensen waren daar super gelukkig mee. En dat trok je ook dus ook weer iets om dus de klanten hier naar binnen te krijgen. Dat trok je de mensen van heinde en verder mee naar huis toe. Jullie kopen het zelf in bij de slachterij? Ja. We hadden het eerst hier op het abattoir in Amsterdam. Alleen het abattoir op Amsterdam dat verdween. Toen moesten we naar Apeldoorn. Dus dat was iets lastiger om het daar te halen. Ja. Maar toen gingen we naar Apeldoorn om het daar te halen. En dat hebben we continu we dat eigenlijk verwerkt. En dat werkt ook goed. Mm-hmm. En niet alleen het ging om de pens en het ging om runderhart en noem maar op, eigenlijk alle verse producten die er zijn. Ja. Dus, en dat is ook onze kracht geweest altijd, ook ten overstaan van de ketels. Want we hebben hier om de hoek met een petsplace gehad, die zit nu in de Kinkerstraat. En daar hebben we eigenlijk nooit echt last van gehad. En we hebben het voordeel dat we hier nooit beesten verkocht. Dus dat is een vreselijk item voor de meeste mensen. Dat hoor je net over Secret. Die verkocht het wel. Ja, en, het is niet altijd diervriendelijk. Ja. Handel in dieren. Ja. Daarom. Dus, ja, de voeding wel, ja. De spullen. Ja. Ja. Daarom hebben wij ook bewust ervoor gekozen om dat dus niet te doen. Vandaar. Wat ik zelf vind, het is wat je merkt ook met alle grote bedrijven en het wordt allemaal opgeslokt door van die grote concerns, weet je wel. Dus de persoonlijkheid is weg. Je bent eigenlijk overal tegenwoordig een nummer en dat maakt het niet gezellig. Ik ben in de tijd opgegroeid dat het allemaal gewoon sociaal en leuk en gezellig was, maar dat wordt er eigenlijk helemaal uitgekweekt en dat is jammer. Mm-hmm. Dat is verhaal, mijn verhaal. Dat is alles.